Op 28 en 29 juni vindt de tweede editie plaats van de Samenloop voor Hoop in Altena. In de voorbereiding zijn veel vrijwilligers in commissies bezig geweest om dit evenement te doen slagen. Met maar één doel, zoveel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. We zijn deze maand een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen in juni 2018. En vanaf dat moment met ongeveer 30, 40 vrijwilligers bezig geweest om het programma helemaal op te gaan zetten en vorm te gaan geven. Want we hebben ongeveer 10 commissies buiten het bestuur om. En al die commissies hebben allemaal taken gekregen. We hebben een commissie entertainment, we hebben een commissie communicatie, eregast en zo een aantal commissies. Die allemaal het voorbereidend werk doen voor ons als bestuur. We starten op 28 juni om 5 uur. En om 29 juni om 5 uur hopen we af te sluiten en te bekend te kunnen maken wat voor bedrag dat we in totaal hebben opgehaald voor de samenloop. Het terrein is hiernaast, hè, naast de sporthal, die jaar hetzelfde terrein als de vorige keer. Gaan we daarvoor gebruiken. Nou, en het doel van heel die samenloop is stilstaan met elkaar bij de ziekte van kanker. Dus met elkaar delen, hè, mensen die kanker hebben. Mensen die kanker hebben gehad, nabestaanden van mensen waar kanker is van overleden. En op allerlei manieren daarbij stilstaan. En uiteraard is daarbij ook een onderdeel dat we hopen dat we een mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Wat weer het KWF kan gaan besteden voor kankeronderzoek. Het aantal deelnemers. Het zit rond de 50 teams, zeg maar. De vorige keer waren het er rond de 35, dus we hebben wel een aantal teams meer dan de vorige keer. Een beetje uitgesplitst rekenen we op ongeveer 1000 lopers te hebben. Daarnaast 120 toerfietsers. En die fietsers die vormen ook een team. Die gaan 4 keer rondje maken door het land van Heusden en Altena, van ongeveer 100 kilometer zeg maar, afgerond. We rekenen op heel veel bezoekers. En we hopen dat we toch alles bij elkaar, zo'n 5000 personen hier over die 24 uur verspreid hier zullen krijgen. Programma opzet. Nou, qua opzet is het hetzelfde. Net als ik zeg, het is een concept van het KWF als de vorige keer. Er zit een openingsceremonie in, dus de opening met alles eromheen. We hebben een kaarsenceremonie. En dan hebben we een sluitingsceremonie op zaterdag om 5 uur. Yeah.